Op scholen in de hele regio wordt er hard gewerkt om kinderen thuis les te geven. Ook hier op de Nelson Mandela School op Rotterdam-Zuid. De lesboekjes voor de komende dagen zijn gemaakt en verspreid. Leerkrachten kunnen natuurlijk op afstand ook inzien uh, wat kinderen wel maken of niet maken. Als ze het niet goed gemaakt hebben, ze hebben hulp nodig, dan ontstaat er weer een telefoongesprek of een filmpje, een belmoment in ieder geval, om die uitleg te geven. Maar voordat ook echt alle kinderen thuis hun huiswerk kunnen maken, moet er nog wel gezocht worden naar een aantal leencomputers. Sommige ouders hebben namelijk zelf geen geld voor een computer of een laptop. Het is een huisarts die ontzettend zijn best doet om allerlei computers, oude computers die bij zijn collega's zomaar braak staan, te verzamelen en aan scholen te leveren. Jeugd Educatiefonds heeft geld beschikbaar gesteld voor computers. Alles wordt dus gedaan om achterstanden te voorkomen. Intussen checkt Kleuterjuf Marloes hoe het nu met de kinderen uit haar groep gaat. Ik hoor van heel veel ouders dat ze echt wel de peuterschool missen. En hun grote kinderen ook. Dat ze het soms lastig vinden om alle tijd in te delen. Maar ja, ze doen hartstikke goed hun best en wij proberen ze daar veel mogelijk bij te helpen. Het lesgeven op deze manier is pas net begonnen en het is ook nog niet duidelijk hoe lang de scholen gesloten zullen blijven. Dus of er achterstanden ontstaan en hoe groot die dan zullen zijn, is op dit moment nog niet te zeggen. Toch zijn er wel in de gemeenteraad van Rotterdam een aantal partijen die vinden dat er nu al nagedacht moet worden over mogelijke oplossingen om achterstanden weg te kunnen werken. Je zou kunnen denken dat we extra investeren richting het onderwijs. Om bijvoorbeeld zomerscholen mogelijk te maken. Waar leerlingen de achterstand in kunnen halen in de, in de vakantietijd. Maar we zouden er ook nu al over na kunnen denken. De kinderen die bijvoorbeeld geen internet thuis hebben. Dat we toch nog nadenken: zijn er plekken in Rotterdam te vinden waar ze hun huiswerk kunnen maken. Waar wel internetverbindingen zijn. Hier op de Nelson Mandela School hebben ze al voordat de coronacrisis uitbrak. het aanbod gekregen van een Summer School. Maar voorlopig gaan ze ervan uit dat alle kinderen gewoon de stof thuis kunnen volgen.